papiertjes prikken om jongerenoverlast te voorkomen. Volgens minister Rauwvoet van Jeugd en Gezin is dat een uitstekend idee. En hij helpt het jongerenpreventieteam in Den Haag dan ook graag een handje met het schoonmaken van de straat. Nou, ik kom vooral om geïnformeerd te worden en een stukje mee te doen. Ook om het een beetje moreel te ondersteunen. De minister is op bezoek, wist je dat? Ja. Welke minister is dat? Nou, dat weet ik even niet meer. Bij het project zijn zo'n 40 jongeren betrokken die wekelijks de straat op gaan om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Ze maken schoon en spreken leeftijdsgenootjes aan op hun gedrag. Voor de jongeren lijkt me buitengewoon belangrijk de manier waarop zij erover spraken. Het houdt ze niet alleen van de straat, het zet ze op de straat. Heel veel, vaak is gemeentelijk jongerenwerk toch vooral in een ruimte wachten tot jongeren komen en proberen ze naar binnen te krijgen. Hier proberen ze juist naar buiten te krijgen om goede dingen in de wijk te doen. Het is goed dat de minister en andere mensen dat zien wat er gebeurt. Dat de jongeren zich ook positief inzetten voor een stukje leefbaarheid en eigen veiligheid. En op het moment dat dat toe gaat nemen, zie je dat zo'n wijk veel, op het moment dat het al is, ook met z'n allen op kan leuken. Niet iedereen vindt het nodig dat Rauwvoet komt kijken. Nou, wij hebben geen problemen hier hoor. Fijne buurt. Ja, heel fijn. De minister heeft er bij de jongens wel wat moeite mee om ze te enthousiasmeren voor het project. Ga jij dat ook doen? Nee. Nee? En dit, dat is mooi, hoor. Dit is je wijk een beetje schoon te houden. Ja, dit is echt niet schoon. Dit is gewoon schoon. Dit is toch niet te geloven? Ze laten kinderen gewoon schoonmaken. Rauwvoet zelf werkt onverstoorbaar door. Ik zie het er wel zelf schoon in.